Maarten, goedemorgen. Hey, dag Siska. Hoe is het? Goed. Ja? Het is dat... vroeg. Ja, sorry daarvoor. Laat. Het is, ja. Was het laat gisteren? Ik schreef s'nachts, dus kom ik rechtstreeks van mijn werk. Is dat echt waar? Je hebt nog niet geslapen? Ja, maar ik heb ergens gelezen dat slaap niet meer hip is in 2016. Ah, kijk. Voilà. Ja. Dat weten we dan ook weer. Je bent hier om de nieuwe single van Warhouse voor te stellen. Oh, dat moet heel spannend zijn, toch? Eigenlijk wel. Toch? Ja. Je doet het nu alleen. Je bent het gewoon om met Balthazar sowieso hits te scoren. En dan komt nu die Warhouse. Ja, en plus... bij Balthazar ben ik heel verwend, omdat mijn bandmates fantastische muzikanten zijn. Ja? Eigenlijk ben ik het kneusje van de band. Oei. Ja. En dus nu ben ik alleen en voilà, heb ik mij voorgenomen om een soort virtuose superster te zijn. Voilà. Je moet daar nu mee beginnen, vanaf nu. Is, ja. is het dan zover? Heb je er nood aan gehad om na meer dan 10 jaar Balthazar, geloof ik, is dat dan? Om dan een eigen solo-project te hebben? Hoe komt het dat je daar nu mee naar buiten komt? Ik ben er eigenlijk al heel lang mee bezig. Alleen omdat het met Balthazar zo druk was. Mm-hmm. Was er niet echt een moment om daarmee naar buiten te komen. En nu dus wel. Zeker na de zomer gaan we niet veel meer spelen met Balthazar voor een jaar. En terwijl aan de vierde plaat werken. Ah ja, oké. Dus hij lag... Er werd al lang op gebroed. En nu is die er. Ja, ja, voilà. Is het dan toevallig dat jij, Jinte en Simon ongeveer dezelfde periode met eigen werk naar buiten komen? Hebben jullie dat goed afgesproken? Ja, we hebben toch een beetje afgesproken. Ja. Omdat we natuurlijk... Het zou wat flow zijn, moesten we... We moesten zeggen van ja, nu vanaf morgen doe ik iets anders en jullie moeten maar een jaar wachten of zo. Het is een teamsport, hè? Ja, in een band spelen, absoluut. Sowieso. Heb jij je werk dan ook laten horen aan de rest van de band? Ja. Ja? Ja. En wat vonden ze ervan? Hebben ze jou geholpen of gezegd van ik zou een beetje meer dat of wat denk je van dat of doe dat een beetje zo of dat wel niet? Niet echt geholpen, nee. Maar we zijn allemaal heel erg fan van elkaar. Maar ik denk ook, we hebben 10 jaar samengespeeld. En we zijn zo, we hebben elkaar zo gevormd als muzikant en songschrijver en zo. Die is ik nu helemaal alleen gemaakt, maar ergens de geest van Jinte, zijn talent, doelt er ook ergens in rond. Jinte is altijd overal dan. Voilà, is dat zoiets? Ik denk dat we gewoon elkaar zoveel geïnspireerd en beïnvloed dat. Dus ondanks dat het nu solo is, ik denk dat ze er toch allemaal zo wat zichzelf ook in herkennen. Ah ja, fijn. Oké. Zondag was Patricia hier van Balthazar, die jullie blijkbaar soms Patrick noemden. Vroeger. Patrick, ja. En gisteren hadden we Jasper hier van Faces on TV, die de hotshot heeft gemaakt voor deze week. Die speelt ook bij jou, of bij Warhouse. Ja. Is het jullie ambitie om de volledige Belgische muziekscene te domineren? Of wat is het plan? Ja, werelddominatie. Ah ja, gewoon zo. Ja, heel, heel simpel. Ja. Jasper die vergeleek de sound van jouw nieuw album met die van Serge Gainsbourg op Melody Nelson. Nou. Ja, dus waarschijnlijk door... Sylvie Kreus zingt ook mee. Ja. Evenveel eigenlijk. Dat is een Antwerpse diva. En daarom wordt veel die link gemaakt met Gainsbourg en Jane Birkin. Maar in mijn ogen is meer Danny Fabri en Sylvie Melody. Ook goed. Ja, vind ik een betere referentie. Goed, goed, goed. Je maakt mensen heel... Je bent aan het teasen, hè, Maarten? Ja. Je bent echt... Iedereen zit die radio al rader. De radio al luider, moest het eigenlijk zijn. Ja, dus The Good Lie, dat is de single. Die komt er... Die gaan we zo meteen spelen. Komt er ook een album aan, man? Ja, absoluut. 2 september. Ah ja, na de zomer ook. Ja. Oké. Okay. En er is ook een video die bij de single hoort nu. Die komt ook uit... donderdag, denk ik. Nu donderdag. Ja, dat is heel spannend. Tof. Ja, dan kunnen mensen al een paar keer luisteren naar The Good Lie. Je gaat dus de zomer nog... nu nog even Balthazar. Je zegt na de zomer stop Balthazar. Heel eventjes on hold, zullen we maar zeggen. Ga je dan veel spelen zelf met Warhouse? Ja, maar eigenlijk al vanaf volgende week. Voor de zomer speel ik nog 10 shows in Engeland of zo. Oh ja. En dan... de zomer zit redelijk vol met Balthazar. Mm-hmm. Maar waarschijnlijk ook wel... 1 of 2 Warhouse shows in België. Maar kan je al zeggen waar? Ik weet het niet. Dat opschrijven, hè? Ik weet niet. Ik denk Pukkelpop. Zo wat casual. Vaak dacht Pukkelpop, terwijl het zo de droom is van superveel beginnende band. Maar je bent natuurlijk geen beginnende band, maar ergens wel, toch? Ja. Pukkelpop dan. Ja, helemaal opnieuw beginnen. Ja, het is dat. Ja. Oké. Okay. We spreken af op Pukkelpop.